Ja, dat is nog niet helemaal uitgewerkt, maar een voorstel zou kunnen zijn dat je om een vleesbewijs te halen, om te mogen vlees of vis eten, dat je bijvoorbeeld 3 mogelijkheden hebt. Een mogelijkheid zou zijn dat je kan kiezen uit 3 mogelijkheden. De eerste mogelijkheid zou kunnen zijn, je gaat naar het erf van een boer en je zegt dat stuk vee, een rund, een schaap, een varken. Whatever. Dat kies je uit. Dat schiet je uit, à la limite een paard. Ja. En je zegt, ja, je mocht hem op een camion laden, we rijden ermee naar het slachthuis. In het slachthuis doe je je witte kiel aan. Je zegt, oké, het is een moment, boef, het wordt geslacht, het wordt gevild. En daar moet je dan altijd bij staan? Je moet daarbij, je en moet daar getuige van zijn. Vanaf hoeveel jaar dan? Oh, dat is een goede vraag. Daar heb ik nog niet echt, daar zijn nog geen bepalingen over. Het is voor verfijning van baan. Ja? En je blijft daarbij, die pins wordt eruit gehaald, dat wordt versneden, je krijgt een pannetje, een goed stukje boter of olijfolie, whatever. En je mocht dat dan bakken, peper en zout, en dan mocht je het opeten vanaf vleesbewijs verdiend. Of je krijgt een hengel, je gaat gaan vissen, je vangt een vis en ofwel heb je daar mededogen mee, ofwel laten die een uitdrogen totdat die een dood is, laten die kreperen, ofwel klopte die een even dood. Ja. Haalt die een uit, zijn ingewanden eruit, gefileerd die schoon en met pannenken, een beetje boter, schoon of velken gebakken en je mocht dat opeten. Okay, of maar een klein stukje pluimvee. Ah ja, een kipje. Een kipje of een dufje? Een duf, iets kleiner of een kwarteltje voor de kleintjes. Oh. Hè? Of bijvoorbeeld een iemand die het groter ziet, mag al is een gans. Hè, voor degene die echt wel stoer wil doen. En ja, je slacht dat, is eindigendig, je pluimt dat. En dan krijg je je vlees of je vis en je pluimveebewijs. Ja. Dan mag je vanaf dan mag je dat eten. Ja, ik denk dat het sowieso, als je dat vleesbewijs hebt gehaald, dat het sowieso een win-win is. Er zijn heel veel mensen die gaan afhaken. Die zeggen, voor mij hoeft het niet. En zeker in tijden waar dat nu vlees kan gemaakt worden met cellen, met cellen, met stamcel generatie. Toestanden, ja. Dus dat op zich is al een vooruitgang natuurlijk. Mensen gaan veel meer respect krijgen voor een dier, een stuk vlees of een stuk vis. Ja. Men gaat alles verbruiken dan van dat dier. Men gaat niet meer iets weggooien, omdat je weet wat dat betekent. Men gaat het veel meer valoriseren.